Die kaarten die hier liggen, dat zijn echt fantastisch mooie kaarten. Vertel daar nog even wat Ja, over. dat is de serie Kraambuit van Lilian van Kraambuik. Rooij. Ja, het heet Kraambuit. Zij heeft een aantal baby's met hun eigen kraamcadeaus gefotografeerd. Je ziet Ja. dus op de kaart een baby met een hele berg cadeaus achter Ja. zich. Ja. En zij wilde daarmee eigenlijk laten zien hoe Ja, goed ik heb wij het het in gezien, ja. Nederland hebben. Dat je Precies. krijgt natuurlijk als baby allemaal spullen die je eigenlijk ook misschien niet nodig hebt. Het is Ja, ook een ja. klein beetje een kritische foto. Je bent Ja. al net ter wereld en je hebt al een berg rotzooi achter je liggen waar je Ja. gek van wordt Ja. Ja, natuurlijk. ja, Ja. terwijl er natuurlijk ook wel baby's zijn die echt niets hebben. Nee, Ja. En dan kun je je ook afvragen, wat is nou het belangrijkste? Die spullen of hè, waar gaat het voor een baby nou Ja. eigenlijk om? Of de liefde. Ja. De liefde en de En moedermelk, de hè? moeders. Warmte. Ja, de En de, moeders. ja, Ja. precies. Ja. Dus, maar op zich is dat. En want je hebt daar een serie. Dat is een serie van die Ja, het is foto's. een serie van wel iets van 8 foto's, maar we hebben er 4 uitgekozen die we Ja. als wenskaart hebben laten afdrukken. Ja. Omdat het gewoon prachtige beelden zijn. En Ja. vanuit het idee dat je niet per se een knuffelbeestje of een trappelpakje, of hoe noem je dat, een luierpakje cadeau hoeft te geven. Maar je kunt ook een oppasbeurt cadeau geven. Ja, Precies. of een massage voor de kraamvrouw. Ja. Of misschien wel de strijk wegwerken. En dat Ja. zou je op zo'n kaart kunnen schrijven. Dus je geeft een alternatief kraamcadeau Wauw. door deze kaart te gebruiken voor jouw ja, het cadeau wat je zelf bedacht hebt. Och, wat leuk.